to do this job every day. Oh, shit. I hate this. It doesn't work now. I'm getting so tired. Komkommer TV op Ruigoord. Dit is onze nationale poëet Gerrit Komrij, die een geweldige donderplek heeft gehouden in deze kerk hier in Ruigoord. En wij hopen dat hij dadelijk even ons te woord wil staan in een kort en bondig interview om wat professionele gal te spuien. Dames en heren, dit is Rotterdam TV. Onze poet laureate probeert ons te ontvluchten, want hij denkt dat ik lastig ben. Maar ik wil hem gewoon een paar vragen stellen, het duurt heel kort. Wij zijn erg trots op het feit dat wij eindelijk een poet laureate hebben in Nederland. Hoe heet dat in het Nederlands? Nationaal dichter? Hoe heet uw functie? Zoiets, ja. Onze nationaal volksdichter. Volksdichter. Maar hoe voelt het nou om voor een volk van cijferaars en analfabeten en multicultie-idioten die niet eens zin in hun eigen cultuur, om daar dan toch in de traditie van Boutens, Leopold en hoe al de grote jongens maar op, om dan toch iedere keer weer als een soort leghen verloren kunst te presenteren? Ik zeg het heel negatief, hè? Ja, ik begrijp het, dat u de advocaat van de duivels speelt. Nee, dat is mijn stijl. Ik kom uit Rotterdam, dus ja, we zijn heel vervelend daar. Ja, de meeste gelegenheidsgedichten zijn ook erg slecht, hoor. Of zo, met God en Vaderland gaan in elk geval. En over de oorlandjes. Maar aan de andere kant heb ik daar nooit zoveel moeite mee, want ik schrijf altijd gelegenheidsgedichten. Mijn hele leven is er altijd een redacteur geweest die zegt, dan moeten ze gedicht af. Want ons tijdschrift komt niet vol. En dan schreef je een paar gedichten en de andere dag was hij tevreden. Dus. Ja, ik vind het zo'n soort van tevreden stellen van de mensen wel gewend. Maar de redactie van bovenaf torpederen was vrij moeilijk, zei u, hè? Ja. Maar de literatuur is ook een dictatuur eigenlijk dus. Wat zei? De literatuur is ook een dictatuur dus. Het is maar kunst, moet ik denken. Ik bedoel niet met maar niet iets denigrerend. Maar kunst heeft niet zoveel met dictatuur en met macht en met spelletjes te maken. Uiteindelijk schrijf je om iets te maken wat er daarvoor niet was en hopen dat mensen daar of over discussiëren of ontroerd door raken.
vaak ook wel kennisgeving aannemen. Maar je doet er aan de ene kant niet zoveel kwaad mee. Je bent niet met, nee, met machtsstructuren bezig. Maar ik wil daar niet helemaal zo bescheiden over doen, want het is natuurlijk wel heel belangrijk. Juist die dingen die niet te plaatsen zijn en niet in kaart zijn te brengen en niet aan regelgeving onderworpen kunnen worden, dat is toch, dat is niet, ik vond vroeger altijd die radio- en televisieprogramma's die het zout in de pap heten, een beetje vervelend. Wat is niet het zout in de pap, het is de enige reden die die hele vervelende pap de moeite waard maken. Het is niet een extraatje, het is het, zonder de kunst kan je net zo goed dood zijn. Ja. Wat mij heel erg pijn doet bijvoorbeeld, zo'n held als J.H. Leopold, dat zo'n man dus helemaal niet meer gelezen wordt, behalve door een paar... Er worden bijna. Het is heel treurig om te zien dat er bijna geen oude, heel weinig traditie en dichters gelezen worden. En dat is vrij uniek voor Nederland, hoor. Doet deze tijd... Please, somebody, please. Not it's so funny. We have two dogs sitting there waiting for the mistress of divine craziness. Please, could you just... I'm in the middle of an interview, my dear, about poetry. We don't need dogs for that, and no ladies either. Thank you. Oh, dear, Oscar around the corner. wat u zei van het is uniek dat er zo weinig belangstelling is. Nee, mensen denken dat het een algemene ontwikkeling is. Het is heel specifiek voor Nederland. Je ziet dat ook in Engeland, Frankrijk, Duitsland en Portugal, waar ik woon, niet zo erg gebeuren. Er is hier in het noorden neiging. Mensen zo verschrikkelijk rijk zijn en zich zo amuseren en zoveel te doen hebben. Eigenlijk alles van gisteren al een beetje vervelend te vinden. Ja. Dus geen traditiebesef. En dat is jammer, want je hebt natuurlijk een mooie literatuur en het is vrij eenvoudig om zich daarin te verdiepen. Het is altijd een beetje onzin om een hele slechte schrijver van vandaag de voorkeur te geven boven die honderden goeie die je uit de vorige eeuwen hebt overgehouden. Omzet neem ik aan, hè? Toch? Maar je klassieke lezen is ook een klein beetje om te kijken waar je vandaan komt, waarom je bent zoals je bent, waarom het om je heen is zoals het is. Dat is ik wil er niemand opdringen, maar ik vind zelf die dingen ongelooflijk boeiend. Ja. Dat vind ik heel fascinerend. Elke dag sta ik op en dan wil ik van alles weten. Ja. En dat is zo treurig, hè? Dat geen interesse hebben, zogenaamd die mensen die daar te druk voor hebben, dat is eigenlijk geen interesse van mensen die moe zijn, uitgeput, uitgeblust. Uw reden wordt... Voor hen zoveel anderen, ik bedoel, die gaan weer weg en die laten ook geen sporen na. En voor schrijvers en kunstenaars is het treurig. Je hebt altijd publiek nodig en belangstellende. En je weet ook nooit wie ze zijn. Je weet nooit wie je boeken leest. Dat is natuurlijk heel raar. Je komt zelf uit het theater, dus op een gegeven moment weet je wie er in de zaal zit. Maar in het boek weet je niet wie je leest natuurlijk. Maar je weet dat je al heel snel in grote woorden vervalt hier natuurlijk. Hè, die ik helemaal niet wil gebruiken. Het is gewoon... Het leven wordt zoveel waardevoller als je ziet wat je mensen voor je en om je heen aan beste dingen voortbrengen. Aan bijzondere dingen voortbrengen. Ook niet altijd. Het is ook geen topwedstrijden, geen kampioenschap. Maar je kan daarin geïnteresseerd zijn. Ja. Ik weet nooit waarin. Leuk toch? Het komt dat bepaalde dichters helemaal niet gelezen worden. Dus dat is voor mij een raadsel natuurlijk. Goddank hebben we allerlei filosofen en sociologen die dat uit kunnen leggen. Schrijven kan ook alleen maar weer proberen wat te schrijven. Hij kan niks anders. En je hoeft daarover ook geen praatjes te hebben. Ja. De Vermoordboek van Steiner die zegt van dat er moet geen secundaire literatuur zijn.
Ik weet niet hoe het heet. Nou, er is natuurlijk veel te veel neiging om literatuur terug te schuiven naar het reservaat van de universiteit. Ja, precies. Dat allerlei kleine wetenschappertjes alleen maar dingen gaan bestuderen waar ze voor die wetenschappertjes iets ingestopt hebben. En mensen die eens wat lelijk zeggen over die wetenschappertjes komen gewoon nooit aan de beurt. Weet je, die worden... Die worden er al uitgehouden dat er een soort reservaat en dierentuinhouders staan. En daar is kunst natuurlijk niet voor bedoeld. Kunst is gewoon toch ademen, dynamiek en kloten en zorgen dat de boel er anders uitziet dan de dagelijkse saaie wereld. Ja. Ik weet ook niet hoe we het anders gaan zeggen op dit tijdstip van de avond. Maar ik heb een andere droom van kunst en een andere droom van schrijven dan dit... Ja, dit bestuderen, netjes. Het is ook allemaal wel waardevol. Kan wel. En in die secundaire literatuur, als je daar biografieën over bestaat. Ik heb het ook onder wil verstaan. Ik heb er niks over, niks tegen om... het leven van een schrijver die me bevalt of juist niet bevalt te lezen. Om te kijken waarom die me niet bevalt. Vooral de zijn spannend, toch? Ja. Maar al die studie secundaire literatuur in de trant van deugen zijn ideeën wel. En zijn ideologisch wel goed. Maar beschrijf je ook in de stijl en de ideologie waarin wij willen dat zij schrijven. Er zijn geen politieagenten in de kunst. Iedere kunstenaar doet wat en de een met wat meer succes dan de ander. Ja. Wat niet zegt over wat hij doet uiteindelijk. Dat is van de kant van de klanten, zullen we zeggen. Ja. U heeft een geweldig gedicht geschreven naar aanleiding van de dood van onder andere mijn grote held, Prins Klaus. Over de dood van Prins Klaus. Oh ja, 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 ja. Heeft dat inderdaad was in de functie van Polderdicht. Ja, genadeloos we gaan ook uw lezing uiteraard integraal uitzenden op Rotterdam TV. De opvoeding van het Rotterdamse arbeidsvolk. Met uw toestemming neem ik aan. Van vanmiddag. Gaat het allemaal en dan komt u daarna. De schim spreekt buiten de kerk. Is er nog iets? Heeft u het paraat toevallig, meis? Het gedicht voor Prins Klaus? Of vergeet u als u schrijft, is het dan... Ja, nou, dat heeft natuurlijk... De gedichten des vaderlands, dat heeft natuurlijk een speciale dynamiek. Ik bedoel, die moeten dezelfde dag af. Okay. 2 dagen later heeft het geen enkele zin meer. Nee, dat snap ik. En dat is voor mij ook in mijn handen knijpen. Ik moet dan s'avonds de deur uit. Moet de deur uit. En ik kan niet zeggen, mag ik er nog 14 dagen over wachten? Nee, dat snap ik. En je kan ook... zelfs een de dingen waarover je moet schrijven, zie je ook niet aankomen. Okay. Dat zijn allemaal rampen en sterfgeval. Dus je hoort het ook dezelfde. Niemand die je opbelt en zegt, we komen er 16 dagen... En 4 uur gaat Klaus sterven. Dus je houdt je op zijn met het zweet in de hand. Krijgt u een pen of met computer? Beide. Pen? Nee, beide. Beide. Als ik de tijd met de pen heb geschreven, dan ga ik naar de computer. Oké. De tijd op de computer heb geschreven, dan ga ik naar de pen. Ja, Klaus mag niet aan het woord komen, weer, want ze vieren het al, geloof ik, hè? Ja. Ja, nee, dat knallen gaat op deze band heel erg hard natuurlijk. Oké. Dames en heren. Ik wil verslag uitbrengen van een nachtmerrie. Een nachtmerrie is een kwaaie droom.
En de kwaaie droom in mijn geval is een droom die goed leek te beginnen, maar al snel een verkeerde draai nam. De hoofdrolspelers, van de eerste tot de laatste minuut, mijn generatiegenoten. De generatie, zo gezegd, van mei 1968, de generatie van Provo en Verbeelding, de generatie van Hitweek en Gandalf, de generatie van een nieuwe muziek en een nieuwe beeldentaal, de generatie die geuze woorden maakte van marginaal en protest en anti-autoritair, de generatie van het verruimde seksualiteitsbegrip. Ik ben door mijn eigen generatiegenoten verraden. Ik maak deel uit van een generatie verraders. Onvermijdelijk ben ik daardoor ook zelf een verrader. Ik ben door verraad besmet. Ik ben aanwezig geweest. Het doet niets af aan het feit dat ik me vooral door mijn vrienden verraden voel. Ik ben in de steek gelaten. Ik ben verweest. Ik sta in de kou. Al die pathetische sentimenten loeien door me heen als ik aan mijn leeftijdgenoten denk. Ik kan begrip opbrengen voor de oude vandaag. En kijk vertederd naar de kinderen. Alleen mijn eigen generatie is me vreemd. Ik houd van ratten, muggen, piranha's, neten. Niet van mijn generatiegenoten. Het leek zo mooi als je ze op hun 20ste moest geloven. Met een hamer en een paar schroeven zouden ze zo het paradijs in elkaar zetten. Nog een oorlogje wegwerken, een paar massamoordenaars en een oude politiecommissaris opdoeken en het was gepiept. Ik moet het mijn, in mijn generatiegenoten, mijn tijdgenoten, enigszins relativeren. Ik stond met mijn rug naar veel dingen toe. Ik was eerder bezig met de afbraak van mijn onschuld dan met de hervorming van de maatschappij. Ik had geen idee waar de landen lagen waarin het onrecht geschiedde waartegen mijn leeftijdgenoten protesteerden. Ooit heb ik een ruit ingegooid van het politiebureau op het Leidseplein. Ooit heb ik het nummer van het literair tijdschrift waarvan ik zojuist redacteur was geworden, het meinummer 1968, geopend met een vertaling van een maf Frans gedicht over de vieren van hoop vervulde meimeisjes. Ooit steunde ik op mijn manier een dissidente Griekse dichter door de kolonels gevangen gezet en vanzelfsprekend gemarteld door een vertaling af te leveren voor een protestbijeenkomst van een gedicht waarvan ik niets begreep. Zie daar mijn complete bijdrage tot de revolutie. Maar ik zag ze in de weer, mijn tijdgenoten. Ik nam ze waar. Ik heb hun stappen gevolgd. Hun blikken, hun gebaren. Ik zag ze in de weer, vlak voor en al met een halve hak op de drempel van de instituten waardoor ze hun lange mars zouden afleggen. Bovendien was de beweging, de sfeer, de mentaliteit in die jaren zo algemeen, zo vanzelfsprekend, ook al stond je terzijde, ook al handelde je halfslachtig, ook al had je niet door wat je aan het doen was of aan het nalaten, je maakte er op je 20ste automatisch deel van uit. Het hing in de lucht, je snoof het in
en je ademde het uit. Het was ondenkbaar dat je het met de meeste standpunten en ontwikkelingen niet eens zou zijn. Liever gezegd, je was de ontwikkeling. Zelfs de koorstudenten gingen wat lopen en snuiven. Als ik het over het verraad van mijn generatiegenoten heb, spreek ik over een ander soort verraad. Een uniek, totaal verraad dan wat zich normaal onder generatiegenoten voordoet als ze ouder worden en zich geconfronteerd zien met de realiteiten van de maatschappij. Goed zo. In de onderlinge concurrentie zit dan een flink deel van het ellebogenwerk dat we van de mens gewend zijn. In elke generatie wordt naar boven gelikt en naar beneden getrapt. De ouderen worden in stilte gehaat en de jongeren afgunstig gepaaid. En vooral elkaar probeert men centen en vriendinnen afhandig te maken. Ik spreek hier niet over de normale concurrentie en de gepaste nijd. Ik spreek over een hele generatie die heeft gedeserteerd. Over verraad dat een einde heeft gemaakt aan een beschaving. Verraad dat de wereld een andere kant heeft opgestuurd. Dat men de idealen van zijn jeugd verraadt is ook niet zeldzaam. Het is niet eens verraad. Het is vroeg intredende vermoeidheid. Ineens zien we onze oude schoolvrienden, ooit stuk voor stuk brandstichters en oproerkraaiers, achter een kinderwagen sjokken, kanaries kweken, de toto invullen. Ze doen aan krulspelden, hypotheken, vitaminepreparaten. Ze zien al snel geen verschil meer tussen de contouren van hun vrouw en hun sofa. Het verraad waarover ik spreek is pathetischer en tegelijk onzichtbaarder. Algemener en tegelijk nonchalanter. Het werd gepleegd met aplomb of tussen neus en lippen door, alsof het geen verraad was. Ik ben meteen beland bij het opvallendste kenmerk van dit verraad. Het feit dat imago en werkelijkheid koelbloedig losgekoppeld waren. Wat mijn leeftijdgenoten achter de schermen uitspookten, had niets te maken met wat ze naar buiten toe met de mond beleden. Ja, van sommige graaiers, stinkers en slapers diende je zelfs te geloven dat ze tot op de dag van heden de ideeën van de jaren 60 trouw waren gebleven. Zich gedragen als de oude generatie en hun gedrag presenteren als iets nieuws, daar hadden ze handigheid in. De tweedeling schijn versus wezen zou ook op andere terreinen alles beheersend worden. In de politiek, de literatuur, het sociale gedrag, de economie. Schijn en wezen. Imago en werkelijkheid. Reclame en product. Boodschap en inhoud. Wat je zegt en wat je denkt. Bluf en sintels. Ik zou niet kunnen zeggen of de drang naar verraad die mijn generatiegenoten dreef de populariteit van deze tweedeling in de hand heeft gewerkt, of dat die opsplitsing een filosofische mode was die een verraad, steeds meer verraad, op ideale wijze legitimeerde. Daarvoor vallen de begrippen jaren 60 en verraad te veel samen. Er zit iets ontluisterends aan mijn generatie. Verraad moet blijkbaar inherent zijn geweest aan hun ideeëngoed. Het zat ingebakken in de voorstellingen en utopieën die ze erop nahielden,
of het vormde het genetisch materiaal van de dragers zelf van deze ideeën. Een unieke combinatie van sociale achtergrond en opkomende welvaart kan hebben gezorgd voor de merkwaardige mengeling van fanatisme en gemakzucht die eigen bleek aan mijn leeftijdgenoten. Jongens en meisjes uit opwaarts strevende gezinnen die nu veel gemakkelijker konden krijgen waar eerdere generaties voor hadden moeten zwoegen in een verstarde maatschappij waarin autoriteit het mikpunt was, maar toch nog zeer in trek. Zoiets moest wel eindigen in een feestbanket voor profiteurs, overlopers, hypocrieten, maniakken en dictatortjes. Yo, 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 yo. Waaruit bestond de bijdrage van de generatie van 1968? De autoriteit als drijvende factor werd benoemd en geïsoleerd. De rol van intellectuelen werd heruitgevonden. Twee ontdekkingen die een slappe reprise vormden van de oude revolutiegeschiedenis, maar dat valt jongens en meisjes van 20 niet kwalijk te nemen. Er werden wel meer reprises opgevoerd in de provo- en hippiebeweging, alleen dit keer bleken humus en omstandigheden fataal. A small step for man, but a giant step for mankind. Een beroemde leus uit de tijd dat mijn leeftijdgenoten al achter het stuur en op de zetel zaten. De giant step is uitgebleven, althans in voorwaartse richting. Hier, hier. De linkse idealen waren de ideale toekoer geworden. Rechts bestond niet meer. En dat vond rechts eigenlijk zelf ook een beetje. Rechts waren nog fossiele mannetjes met een kippenborst vol decoraties. Taptoe mannetjes die onveranderlijk poseerden tussen vlaggenstandaarden en herdershonden. Van het eerste begin beseften mijn tijdgenoten de waarde van typering, stigmatisering, beeldvorming en demonisering. Reclamejongens, journalisten, cabaretiers, copywriters, dichters, ze waren allemaal van de nieuwe tijd. Linkse mollen en vergadermachines die naar een functie haakten, konden rekenen op een cordon van publicitaire goodwill. Want dat was onmiddellijk begonnen. Het binnenkruipen in de staatsmachine. Het overnemen van de lucratieve baan. Het bezetten van machtsposities. Het verjagen van de oude wolven om plaats te maken voor de nieuwe wolven. Het valt niet te ontkennen dat provo's en revolutionaire enige details hebben gewijzigd in het lot van de vrouw, het uitgaansleven en de filmcensuur. Bij details bleef het. Bij schijnverbeteringen. Hun meest geslaagde imago-stunt is misschien dat we zijn gaan geloven in details. Dat we hun schijnverbeteringen nog steeds voor verbeteringen aanzien en uiterst ongeïnteresseerd achten te worden, te zijn in de grote lijnen. Grote lijnen werden met succes verdacht gemaakt. Bijzaken en cosmetica werden alles. En juist in de grote lijnen, het kan geen verbazing wekken, lag een grote zwakte. Tussen verraders ben ik ouder geworden, tussen misdadigers. Iedereen mocht over alles meepraten. Democratisering, inspraak. In feite wist meestal niemand van niets. Er werd door een meerderheid nee gezegd en verderop gebeurde het toch.
Er werden risico's voorspeld en eigenlijk was het al beslist. Er werd geëvalueerd over besluiten waarvan men in de achterkamer al wist dat ze nooit genomen zouden worden. De schijndemocratie was zo verpletterend aanwezig dat niemand begreep dat de echte democratie was afgeschaft. Dankzij mijn geliefde jaargenoten leven we nu in een nominale democratie. We noemen het een democratie, dus het is er eentje. De baasjes uit de jaren 60 bleken in staat alles te verkopen als een succes van de jaren 60. Ook nog toen het knap laat was. Privacy, om een tweede grote lijn te noemen. Wat hadden de jonge revolutionairen daar de mond vol van? De autoritaire kapitalisten, de elitaire superelite en het militaire complex waren op niets anders uit dan op onze persoonsgegevens. Identiteitsbewijzingen, volkstellingen, gegevenskoppelingen. De 68ers reageerden er zo gebeten op als een poedel op een ratelslang. Nu zijn ze 30 jaar aan de macht geweest, eerst een beetje, toen een beetje meer en toen totaal. En de privacy kwestie is zonder commentaar door de achterdeur afgevoerd. Ze zijn in staat strak te ontkennen dat ze er zich ooit druk over hebben gemaakt. De zotste gegevens zijn inmiddels aan God weet wat gekoppeld. Iedereen kan tot in alle uithoeken worden gecontroleerd en gescand. Het bleek geen woord van discussie meer waard. Zo werd een van de lakmoesproeven van de individuele vrijheid prijsgegeven door hen die beweerden zich grote zorgen te maken toen ze er zelf nog de dupe van konden worden. Voor de machtshonger en systeemzucht van mijn generatiegenoten is de uitvinding van de terrorist een uitkomst geweest. De laatste controleremmen zijn los. Het totalitaire virus maakt zich sterk in ons, van binnenuit. Maar gelukkig, we noemen het niet zo. Ook nu werkte de mechanische tweedeling van een vroom beleden ideaal en nietszeggende woorden, aanval op de beschaving, gevaar voor de democratie, perfect. We turen ons altijd blind op bijverschijnsel en zijproduct en laten wind en kabouters zorgen voor de grote lijn. Bewustmakingsprocessen werden een doel op zichzelf. Je hoort aan bewustmaking te doen en het dondert niet waarvan. Ons geloof in de verpakking is een tweede natuur geworden. Ons werd in de jaren 70 en 80 vaak voorgespiegeld dat we 10 keer een centimeter vooruit gingen. Achter de schermen waren we telkens een kilometer achteruit gegaan. Wat is er met grote maatschappelijke verschijnselen als seksualiteit en geloof gebeurd? Waar hebben de ideeën van de 68ers toe geleid toen ze eenmaal hun eerste praktische stappen als bestuurders mochten zetten? Dat het een rotzooi is geworden is nog het zachtaardigste wat we ervan kunnen zeggen. Gezellig en leuk diende seksualiteit en geloof te worden. Zonder vaders en priesters, zonder walgelijk gezag. Onze bestuurders draaiden bij toen de seksualiteit bleef weigeren zich als leuk en gezellig te ontpoppen. En toen ze zelf de leeftijd van impotentie en prostaatkanker voelden naderen, toen moest de zweep er weer open.
Niet omdat ze zich hadden vergist, natuurlijk. Goddank doken bijtijds de nodige bliksemafleiders op. AIDS, de pedofiel. Dat heette bij mij op school gewoon de godsdienstleraar. Godsdienst. Ach ja, godsdienst. Elke secte en elke religie-idioot moest kunnen, dus waarom de officiële godsdienst niet? Terwijl het geloof met zijn martelingen, rituelen en tempels verdween, nam het aantal gelovige tuinkabouters toe. Wat resteert nu is de zelfzuchtige overtuiging dat religie er louter is voor de gezelligheid en het welbehagen. De onbesuisde lancering van de halfbakken ideeën van mijn generatie leidde er uiteindelijk toe dat we leven in een wereld die verkrampt omgaat met seksualiteit en geloof. Iets krampachtigers dan gezelligheid is er wel niet. We maken iedere dag de gevolgen mee. We zien veel luchtboxers in doodlopende stegen. Het vermaan van de zedemeesters waait ons tegemoet, of het blije en onschuld veinzende, maar intussen opdringerige gewauwel van de ietsisten. We zijn in de val gelopen van het verraad van individuen die voor zichzelf eisten wat ze anderen niet wilden of konden toestaan. Vrijheid, zelfbestemming. Vooral hadden ze nooit nagedacht over de betekenis van begrippen als vrijheid en zelfbestemming. Soms voor al mijn leeftijdgenoten die zich na 1968 eerst schoorvoetend en al snel vol overgaven de politiek en het maatschappelijk leven hebben binnengedrongen, wou je dat de hel nog bestond. Met gloeiende poken en brandende fakkels en al. Het onderwijs. Welke ravage werd daar aangericht? Ravage als de genadeklap. Genoeg is daar al over gezeurd. De vernietiging lijkt onomkeerbaar, zolang niet de laatste hoopvolle 68er van de aardbodem is verdwenen. Ik wijs alleen nog even op de gevolgen die het heeft gehad op hoe we met geschiedenis en literaire tradities omgaan. Ik wijs er alleen nog op dat het mijn generatie was die op de universiteiten en in het bedrijfsleven begon met het vervangen van het Nederlands door het Engels. Ze hadden er de schoonklinkendste excuses voor. Ook voor wat er met het milieu en het landschap gebeurde, hoeven we alleen onze ogen op te slaan. We leven te midden van het verpletterende bewijs dat er een generatie aan misdaad en onverschilligheid heeft huisgehouden. Slopers en architecten werden bloedbroeders onder hoogprotectoraat van de politiek. Ook in dit geval zorgden de idealen van mijn generatiegenoten voor de holle legitimatie. Sterf oude waarden, weg met het elitaire verleden. We hebben het gehad over grote lijnen als democratie, privacy, seksualiteit, feminisme, geloof, onderwijs, milieu en esthetiek van de omgeving. De echte stille revolutie is de uitlevering aan de commercie geweest. Mijn ambitieuze bestuurdertjes werden snel ook zelf verdienertjes en subsidieslorpers. Op zeker moment hadden ze de staatsfinanciën verdeeld
Dat wil zeggen een klein beetje voor de schaamlab van cultuur en milieu. Beide in de vorm van aangeharkte reservaatjes. En het leeuwendeel voor hun eigen raderwerk. Ze konden dus wel begrip opbrengen voor andere verdienertjes. Pooiers waren ze nog net niet. Al ken ik oude kameraden van mijn leeftijd die met 06 nummers een aardig kapitaaltje bijeen hebben geschraapt. Nieuwe tijden, nieuwe mogelijkheden. Het waren vooral de media die het huwelijk tussen mijn vrienden en het neocapitalisme hebben beklonken. De media lagen open. Daar konden ze hun lusten vrijelijk botvieren. Als iets een spiegel vormt van het ware gezicht van 68, is het de televisie. De ontwikkeling van treurbuis tot terreurbuis. Een intiem samenspel van slimme handelaren en politici is het geweest. De legitimatie, het dogma van de inspraak. De doctrine van de gewone man. Kijk, er zitten massa mensen voor de televisie. Denk eens in hoe de handelaren in amusement en onnutte producten zich al die jaren het hoofd braken hoe die massa te gelden te maken. Ze droomden haast even nerveus als de nagellakfabrikant die aan alle vingers in China dacht. Die massa zit voor het ding geeft licht en geluid. Dat betekent nog niet dat er een geldstroom tussen beiden bestaat. Eigenlijk heeft het hele gebeuren niets met geld te maken. Het ding straalt en flikkert gratis. Het kan bedelen wat het wil, maar als de massa zich roerloos houdt, beschikt het niet over sancties. Iets ergert de handelaren meer dan wat dan ook. Het ding heeft geen gleuf. Jarenlang bleef de situatie zich voordoen van een dood ding dat naar een dood ding keek. De lucht tussen het heilige kijkaltaar en de massa was dik van het apengapende passiviteit. Er is een enorme dynamiek op gang gekomen tussen die twee. Met geld als enige drijfveer. Aan mijn generatie de eer van dit mirakel. Het mirakel om de geldstroom tussen televisie en publiek op gang gekregen te hebben. Men moest er heel wat leugens voor verzinnen. Elke verdenking van een verband tussen publieke omroep en permanente educatie, een oud stokpaardje van de revolutie, moest worden uitgewist. Bij niets waren politici en bestuurders zo behulpzaam als bij het verdacht maken van enige creatieve, speelse of educatieve opdracht voor onze essentiële communicatiekanalen. De kanalen zijn nu voorgoed verstopt, uitgeleverd, verpatst en versjacherd aan de kermisbazen. Joop van den Ende kreeg een koningskroontje van de bestuurders. Of je een hoop stront verguld. De ontwikkeling van treurbuis tot terreurbuis is exemplarisch voor het verraad en het verraderlijk nasudderen van mijn generatie. Bij niets ook waren de intellectuelen van 68 zo behulpzaam. Hun theorieën over hoge en lage cultuur begonnen om de studie van populaire lectuur en massavermaak op te waarderen en uit het moeras van het folklorisme op te tillen tot de grote hoogte van de sociale wetenschap, kwamen plotseling goed van pas. De politiek speelde maar al te graag leentje buur bij de vage prietpraat van veel jaren 60 wetenschap. Eerst was daar de mooie vondst om het woord opportunisme te vervangen door pragmatisme. Toen kwam de verklaring
dat het onderscheid tussen rechts en links was weggevallen. Het werd zo snel mogelijk door de politici omhelst. Gewoon omdat het zo goed uitkwam. Maar het allermooiste bleek toch wel de stelling dat de grens tussen hoog en laag vervaagd was. Sommige bestuurders maakten er meteen een gelijkstelling van hoog met laag van. Gewoon omdat het zo goed uitkwam en omdat er veel aan te verdienen viel. De grote leugen van de gelijkwaardigheid tussen hoge en lage cultuur heeft er enkel voor gezorgd dat in de bokswedstrijd tussen cultuur en entertainment het grofste entertainment heeft gezegevierd. Mijn generatie wordt bedankt. Ze begeleiden niet alleen de uitverkoop van de laatste resten beschaving. Ze schaften ook de idee af dat het wenselijk zou zijn beschaving bij te brengen. Ze voerden daarvoor een stille campagne, want ze was inmiddels zelf belanghebbende geworden. Een campagne waarin woorden als elitair belachelijk werden gemaakt. Het lukte niet in de laatste plaats doordat de intellectuelen, de partijfilosofen en de sociologisch getinte denktanks, eerder naaldenkokers dan tanks, zo hartelijk meededen. Weinig verrassingen. Het was zeker een verrassing toen ik voor het eerst op straat werd berispt door een politieagent die jonger was dan ik. Daarna werd ook mijn dokter, notaris en advocaat jonger. De moeder al deze verrassingen. Nu, die stond ineens op toen er een generatiegenoot van de president van Amerika werd. Een schok van je welste. Vanzelfsprekend was het een president die veel van entertainment hield. Die nog veel meer zijn studentenpraatjes had onthouden omdat ze zo handzaam de armoe van zijn ideeën verdonkeren maanden. En die tot in de Oval Office zijn seksuele bevrijding had meegesleept. Pijpen op kantoren, dat moest kunnen. Thans verzamelt hij voorschotten van media tycoons. Een kind van zijn tijd, een schat van een verrader. De mantra's van mei 1968 zijn nog altijd niet uitgewerkt. Alleen door mei 1968 valt het te verklaren dat ze in Nederland Pim Fortuyn aanzagen voor iemand die de Algiastal van de politiek wel eens zou schoonmaken. In feite was hij een jaren 60 type. Een ras-echte vertegenwoordiger van het quasi-marxisme. Een reële leeftijdgenoot van me. Een voorbeeldige verrader. Hij suggereerde dat hij een kritische nieuwkomer was in ons al te gestructureerde en verfijnde netwerk van afhankelijkheden, afkoopsubsidies, controlegekte en bureaucratie. Met zijn halve talenten en entertainmentgehalte was hij er juist het resultaat van. Hij kon voortreffelijk acteren als alle omhooggevallen jongens uit de revolutietijd. Of hij het rebelse nog in de vingers had. Het was niet eens een truc, het was routine. Intussen rekende hij zich de macht al toe. Hij zou bereid zijn geweest tot elk compromis, tot elk verraad, als hij maar eenmaal met macht was bekleed. Om die macht te bereiken voerde hij via de media een fake vertoning op. 30 jaar verraad in versnelde opvoering. De verslaggevers volgden als hondjes. Hij had de listen en arglistigheden van degene bij wie hij straks in bed zou kruipen al volkomen in de vingers.
Als hij was blijven leven, zou hij door de bestaande officials als een verloren zoon zijn binnengehaald. Mijn hele generatie is met bluf en handigheid aan de macht gekomen. Al mijn leeftijdgenoten die na 68 de politiek en het maatschappelijk leven ingingen, behoorden al bij voorbaat tot de aangepaste. Aanvankelijk vond je het zo charmant dat ze de politiek instapten. Het waren overwinningen voor de beweging, small steps. Langzaam en zeker zouden zij de voorhoede vormen die namens ons allen de boze wereld zou leren hoe het werkelijk moest. De verbeelding aan de macht, de mars door de instituten, frisse winden, nieuw geluid. Idealisten moeten altijd inbinden. Geen mens kan voor zijn zwakheden vluchten. Toch is verraad in dit geval geen te groot woord. Mijn generatiegenoten zijn niet alleen gestuit op praktische bezwaren en op de logheid van het systeem. Ze werkten ook gericht en enthousiast mee om de scheidslijn te handhaven en zelfs te versterken tussen machthebbers en sukkels, om de democratie te ondermijnen en de financiën tot afgod te verklaren. Ze bleken chameleons in de hardnekkigste en irritantste zin van het woord. Eerst namen ze de kleur aan van de tegenstander en de oude vijand. Vervolgens bleven ze voorwenden of ze nog altijd gehuld gingen in de kleur van de revolutionaire die ze ooit zelf waren. Vanzelf dragen ze niet overal de schuld van invloeden van buitenaf. De onstuitbare golven van de geschiedenis, stomme toevalligheden en catastrofen, ze waren er. Maar veel te vaak knikten ze instemmend, sloten ze de ogen, sprongen hardop van heimelijke vreugde, gaven ze toe aan hun reactionaire innerlijk, aan de geest van hun vaders. Veel te vaak kraaide de haan. Als er al iets langs de meetlat van hun jeugdidealen werd gelegd, dan gebeurde dat louter verbaal. De eigen oorsprong werd gretig als dekmantel misbruikt. Niets van hun aanvankelijke elan zagen we terug in hun daden. Onze revolutionaire, mijn kroeg en studie en dansgenoten van toen, de objecten nota bene van mijn seksuele dromen, werden tevreden regenten, dik tevreden meestal. De speelse kant van 68, toen nog ludiek genaamd, ging al snel kopje onder en of ontaarde in de leutigheid van alles kan en alles is meegenomen. Zij die niet wilden meedoen en trouw bleven aan de oorspronkelijke geest, werden als mislukkelingen beschouwd en de ware mislukkelingen nestelden zich op de troon. Heeft iemand gezegd dat de geschiedenis rechtvaardig was? Er is nu een revival van de jaren 60 gaande. Het is weer zinwekkend dat die revival slechts een onherkenbare hutspot is, net als alle historische terugblikken en muzikale geschiedschrijving die ze op de tv samenflansen, is op zich al een verworvenheid van de jaren 60. De geschiedvervalsing is al een tijd geleden begonnen, omdat de geschiedenis door de Joop van den Enders wordt geschreven. De jaren 60 werd een product. Wel beschouwd is het altijd een product geweest. Goed afgeschermd door de hoofdschuldigen, afgeschermd tegen iedereen die er met een vermanende vinger naar durfde te wijzen. Met al mijn 10 vingers wijs ik. Ik voel me door mijn generatiegenoten verraden.
Ik ben opgegroeid tussen een generatie verraders. Ik maak deel uit van een generatie die voor het eerst in eeuwen de wereld lelijker achterlaat dan ze haar heeft aangetroffen. Niets van allure, niets van stijl, niets van een groot gebaar bracht ze tot stand. Daar is zijn heer. Dit bleek hier en daar een klaagzang. Klaagliederen aanheffen ligt niet in mijn aard. Het was ook maar het verslag van een nachtmerrie. Geen wetenschappelijk verhaal. Een verslag van een nachtmerrie die ooit als een droom begon. Dank u. Met handig maatschepje. Maatschappij, maatschepje. Per schepje een extra water toevoegen. 50 papierplaksel. Voor de kleuterhanden hadden ze plakken. Dat moet het wel zijn, toch? Doet u dit dus volledig veilig en heel gemak af te nemen. Met vol doekjes haalt u alle morsvlekken weg. Niet alleen van de tafel in de handjes, maar ook van de kleertjes. Dit is de oplossing voor het kabinet. Veilig en schoon. Crucifix. You got to do this job every day. Oh shit, I hate this. It doesn't work now. U zult wel denken, waar kijk ik naar? Nou kijk, heel simpel. Ik ben Otto Wensink. Ik heb een begrafenisvereniging opgericht voor kunstenaars. Die heet Ars Vita Longa Brevis.
voor de gymnasiasten onder ons betekent dat...